Zou hij het nou bewust gedaan hebben? Die omzicht, ja. Dat hij zich heeft teruggetrokken voor die beschouwingen. En die denkt, laat die Vroonhoven dat maar opknappen. Ja. Oh, je kan het je bijna niet voorstellen. Nee, dat doe je toch niemand aan. Nee, want hij weet natuurlijk dat die vrouw, ja, die dat is sowieso geen Einstein. Nee. En verbaal ook heeft ze niet de souplesse van John Travolta, zou ik maar zeggen. Nee. Oh. Jongen. Heb je daar naar gekeken, zeg? Naar die Vroonhoven. Ja. Boom, kregen ze achter elkaar. Hup, en dan ging ze maar. En die kregen tik op tik. Ja, en ik zat maar te wachten. Ja, want die andere partijen, die PVV en BBB en de VVD, die bleven zitten, hè? Mondje dicht. Ja, die kwamen niet te hulp of zo. Die dachten, zak maar lekker door het ijs. Ja, dat ging ze ook, hoor. Ja. En ik zat eigenlijk te wachten op die... Want normaal gesproken komt er dan een scheidsrechter. Hè? Ja, ik bedoel, dat hoort. Als je te veel tikken krijgt, dan komt er een scheidsrechter zo. Die komt zo, oh. Dit is meer dan genoeg. Ja, en dan is het afgelopen. Ja, en dat had in dit geval Bosma moeten zijn. Die had moeten zeggen, ja. Ja, dit is klaar. Gaat u maar terug naar uw bankje. Nou, en dat gebeurde niet. Dus we hebben hier te kijken. We hebben hier zitten kijken, vrienden, naar een slagpartij.